Dan de huizenprijzen die dalen en een flink gedeelte van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels meer schuld bij de bank dan het huis waard is. Maar de pijn op de woningmarkt wordt niet eerlijk verdeeld. Ik had nooit gedacht, 5 jaar geleden toen ik dit huis kocht, dat ik dit huis met zoveel verlies zou verkopen. Zometeen de huizenbezitters in de problemen. Eerst Alexander Wijsing van het Financiële Dagblad. Alexander, eerst maar eens, waar vallen de hardste klappen op de woningmarkt? Ja, Twan, dat is vooral bij de jongere huiseigenaar. Kijk, als je de totale hypotheekschuld bekijkt ten opzichte van de waarde van al onze huizen samen, dan valt het probleem nog wel mee. Bijna 700 miljard euro aan schuld ten opzichte van 1200 miljard euro aan huizen. Dat is dus bijna 2 keer zoveel. Maar als je de cijfers verder onder de loep neemt, dan zie je hoe vooral de jongere huiseigenaren zichzelf in de nesten werken. Maar liefst 38% van de huizenbezitters van 35 jaar en jonger, die heeft een huis dat inmiddels minder waard is geworden dan de hypotheekschuld die ze zijn aangegaan. Dat zijn vaak mensen die een huis na 2001 hebben gekocht en ze hebben dus niet geprofiteerd van die scherpe stijging van de huizenprijzen in de jaren 90. En tot overmaat van ramp is dit ook de groep die vaak een tophypotheek heeft genomen. En ze leenden tot wel 6 keer hun bruto jaarsalaris in de tijd dat de banken nog gul waren met het verstrekken van die hypotheken. Ze houden weinig geld over per maand en ze hebben weinig afgelost. Dus als er nu iets gebeurt waardoor zij een huis moeten verkopen, dan blijven ze direct zitten met een restschuld. Hoe hoog is die schuld, Alexander? Nou, we weten dat maar liefst 1 op de 7 huiseigenaren een potentiële restschuld heeft van gemiddeld 30.000 euro. Maar dat zijn de cijfers van halverwege vorig jaar en het is sindsdien niet beter geworden. Als de prijzen nog eens met 10% dalen, dan stijgt die restschuld, potentiële restschuld, naar 39.000 euro. En bij een prijsdaling van 20%, dan wordt het zelfs 50.000 euro. En de groep mensen die wordt getroffen hierdoor, die wordt ook steeds maar groter. Het zijn alarmerende cijfers. Alexander, bedankt, van het Financiële Dagblad. Het zijn dus vooral de jonge huizenbezitters die met een grote schuld blijven zitten als ze hun huis nu moeten verkopen. Het gezin Ochel in Colijnsplaat. André Berkhout in Amsterdam. Sabine en Jora in Gouda. Ze hebben allemaal hun huis in de verkoop staan. Hoe vaak komen de kijkers? Ongeveer 1 keer per maand. Dus ik denk dat we nou ongeveer 7 kijkers hebben gehad. Andrew en zijn vriendin krijgen een kind en willen daarom een groter huis. Er wordt dus flink bezocht, maar vooralsnog niet gekocht. Dit is het nieuwe huis wat we 3 jaar geleden hebben gekocht, omdat we groter wilden gaan wonen. We wilden graag een derde kindje. Daar hebben we hier ruimte voor. Tussen het oude huis is in de verkoop gegaan. Hoe lang staat dit huis, jullie oude huis, nu te koop? Ruim 3 jaar inmiddels. We hebben het in de markt gezet voor 238.000. En toen gaan dalen? Ja. Afgelopen maandag zijn we gedaald naar 199.000. Dus nu zitten jullie 40.000 onder jullie oorspronkelijke verkoopprijs? Ja, klopt. Funda. Advertenties, aanplakborden. Luc en Janneke hebben alles al geprobeerd. Het idee wat we nu hebben is om zelf een filmpje te maken en dat bijvoorbeeld op YouTube, Twitter, Facebook te verspreiden. Nou, dit is ons prachtige Rijksmonument in Colijnsplaat. Ik laat het graag aan jullie zien. Dit is de hal, garderobe. Hier is de keuken. We hebben een koelkast, een vriezer. Nou, het fornuis is heel fijn. Een 6-spits fornuis met een hele grote oven. Wanneer hebben jullie het huis gekocht? We hebben het huis gekocht in 2008. We hebben een hypotheek erop zitten van 162.000. En we hebben nou biedingen gehad. En we merken dat de prijs daar duidelijk 10.000, 15.000 euro dan met de restschuld komen te zitten. Ik heb in 2007 dit huis gekocht. Ik heb daarvoor een hypotheek van 275.000 euro afgesloten. Dat is wel inclusief twee verbouwingen. Ik heb inmiddels een bod binnen van ver beneden mijn vraagprijs. 230.000 euro. 5 minuten van ons huis. Zit je op het strand. Op vakantie hoef je niet meer. Ja, onbetaalbaar. Zoals je ziet een hele ruime eethoek. Dan hier zo lopen we verder naar de zithoek. Hier zo hebben we de openslaande deuren naar de tuin. Ja, dus op het westen, dus een heerlijk zon de hele dag. Wanneer kochten jullie dit huis nou? Het huis gekocht in 2008, voorjaar van 2008.
En we hadden toen helemaal niet het idee dat, dat de huizenmarkt daarna nog een beetje zou instorten of naar beneden zou gaan. En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik een hele slimme investeringsbeslissing had genomen. Van, ik ga een huis kopen en dat gaat meer waard worden. Ja, in 2007 was het natuurlijk een totaal andere tijd dan nu. Ik weet nog goed dat hier een open dag was. Je kon dus geen bezichtingen plannen. En ik was niet de enige, om het zo maar te zeggen. Ik kwam hier binnen en ik kon de vloer niet zien, zo druk was het. Je moest je bod op een papiertje schrijven en flink overbieden om überhaupt mee te willen doen in de race voor dit huis. Vind je dat jullie iets te verwijten van? Nee, ja, het nieuwbouwhuis wat we gekocht hebben, dat hebben we in juni 2008 gekocht. En toen was er echt nog geen sprake van economische crisis. En 3 maanden later, toen gebeurt, stortte alles in natuurlijk. Als de huizen worden verkocht, blijven de verkopers met een schuld zitten. Ik heb inmiddels gelukkig wel wat spaargeld verzameld. Ik moet dat als het goed is net kunnen redden. We zijn er ook al druk voor aan het sparen. Stiekem reken ik erop dat ik nog wel eens een keer de jackpot win in de staatsloterij. Kortom, een fantastisch huis met een fantastische tuin. De huizenbezitters bij ons. Peter Boelhouwer, welkom. Hoogleraar woningmarkt, TU Delft. Zeker. Vorige week is er natuurlijk het beroemde wandelgangenakkoord afgesproken. Per 1 januari volgend jaar, dan verandert alles. De hypotheekrenteaftrek wordt dan beperkt. Wat betekent dat voor deze mensen die we gezien hebben in de reportage? Nou, voor deze mensen niet direct veel, maar wel voor mensen die de woningmarkt willen betreden. Dus vooral voor starters. Daar worden de mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten, die worden een stuk minder. Die zijn al verslechterd, die mogelijkheden. En dat betekent dat die markt nog verder op slot komt. En dat deze mensen nog moeilijker een huis kwijt kunnen aan die starters. En dat waarschijnlijk ook de prijzen verder zullen dalen. En dat nog meer mensen in dezelfde positie komen als de mensen die we net in beeld hebben gezien. Dus zover u het kunt inschatten, zal het de woningmarkt absoluut niet vlot trekken? Nee, ik vind het eigenlijk een onverantwoord plan. Desastreus zou je kunnen gebruiken, maar het is echt risico's nemen nu ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Ik zou het de politici ernstig ontraden om dit nu in te voeren. Want hoeveel is de huizenmarkt op dit moment gezakt in Nederland? Maar ongeveer 13%. En volgens uw berekeningen, als dit plan van de nieuwe coalitie, als het allemaal doorgaat, wordt doorgevoerd, waar eindigen we dan? Nou, dit kun je moeilijk berekenen. Je kunt hoogstens inschattingen maken. Ja, de meeste deskundigen geven aan dat je dan zo nog 20% prijsdaling erbij kunt hebben als die woningmarkt echt op slot komt. Hè? Want er worden nu nog rond de 100.000-120.000 woningen per jaar verkocht. Dat vergeten we wel eens. Maar als het echt nog verder gaat afnemen, dan gaan ook die prijzen verder onder druk staan. En dan gaan we dus echt nog verder zakken. Dat betekent dat heel veel woningen onder water komen te staan, zoals dat heet. Ja. Veel minder waard zijn dan de hypotheek die er tegenover staat. Ja, dat klopt. Er zitten nu op zo'n 500.000 ruim. Dat kan oplopen naar 1 miljoen als het doorzet. Betekent dat we te maken hebben met een enorme luchtbel dan? Nou, luchtbel zou ik het niet willen noemen. Kijk, een luchtbel wordt niet gefundeerd door onderliggende fundamentals. En dat gebeurt hier wel. Het inkomen, de leencapaciteit, de rente, die bepalen in feite de leencapaciteit. En nu gaan we via de politiek, georganiseerd, gaan we eigenlijk die leencapaciteit sterk terugbrengen. Ja, dan gaan ook de prijzen dalen. Dat heeft niet zozeer met lucht te maken, als wel met georganiseerd beleid eigenlijk. U voorspelt dus een nog forsere daling van de woningmarkt. Als dit doorgezet wordt wel, ja. Wat zou er volgens u wel moeten gebeuren om de woningmarkt vlot te trekken op dit moment? Nou, je moet de onderscheid maken tussen de korte en de lange termijn. De korte termijn moet je zorgen dat die vraag weer tot stand komt. Ja, daar roept iedereen al jaren over dat moet gebeuren. Hoe doe je dat? Kun je 3 dingen doen. Je kunt zorgen dat de starters ondersteund worden. Het is die bekende domino-rij. Als je die eerste domino-steen omgooit, gaat de rest ook verkocht worden. De starterssubsidie, starterslening introduceren, steuntje in de rug voor starters. Dat is de eerste. De tweede is dat je toch moet kijken naar die leningscondities, die voorwaarden. Die waren in 2008 al redelijk streng, aangepast. Die hebben we in de crisis in 2011 nog veel strenger gemaakt. Nou, dat is natuurlijk onverstandig. Ik wil niet zeggen dat je het nu allemaal moet verruimen. Maar ga nou terug naar die 2008. Dat waren mooie normen. Dan ontstaat er weer wat vraag op de markt. En het derde, dat is heel belangrijk, is dat we voor de lange termijn een visie geven, een echte visie, waarbij de huursector en de koopsector integraal betrokken worden en mensen weten waar ze aan toe zijn. U stelt allerlei zaken voor waarvan de partijen die nu een eenheid hebben gesmeed zeggen van ja, dat gaan we absoluut niet doen. We hebben grote schulden als Nederland, starters, subsidies, vergeet het maar. En banken moeten juist strenger worden, want er is veel te veel geld uitgeleend in het verleden
onverantwoord veel. Dus dat gaat niet gebeuren. Nou, dat weet ik niet. Als men inderdaad nog eens goed nadenkt en wat de consequenties zouden kunnen zijn, dan is het misschien wel, gebeurt het misschien wel. Neem de overdrachtsbelasting. Die wordt nu ook verlaagd. Kosten 1,4, 1,6 miljard. Als je daar een deel van gebruikt, maar een deel om die starters te ondersteunen, kun je het op die manier financieren. En nogmaals, ik zeg niet dat we de normen sterk moeten verruimen. Gewoon de normen die we in 2008 met elkaar hebben afgesproken. En misschien luistert er iemand naar u vanavond. Misschien niet. We zullen het weten. Okay. We zullen het horen. Peter Boelhouwers, heel bedankt voor uw komst vanavond naar de studio van Nieuwsuur.